huizen. Ik wil benadrukken dat mijn ervaring vanuit de praktische kant is en dat ik geen achtergrond heb als microbioloog of deskundige infectiepreventie. Voor dit webinar heb ik een aantal bronnen gebruikt natuurlijk. En dat komt als eerste bij het RIVM, de KNMT en de HGR-richtlijnen uit. Daarnaast heb ik, zoals velen van jullie, ook verschillende artikelen gelezen en is corona en infectiepreventie nu een rode draad in ons leven de laatste tijd. Dus dat heb ik ook allemaal geabsorbeerd. En al deze informatie heb ik getracht zo objectief mogelijk te bundelen en weer te geven. Daarnaast heb ik de informatie nogmaals getoetst met deskundigen op het gebied van infectiepreventie en in de praktijk met een aantal tandartsen. Ook wil ik melden dat alle getoonde foto's op het internet zijn gevonden. Wat staat er voor vandaag op het programma? We beginnen met een korte introductie over COVID-19, de belangrijkste transmissiesroutes en enkele artikelen die erover zijn verschenen. We zullen kort ingaan op de richtlijnen vanuit de KNMT en voor België van de HGR-richtlijnen. Het grootste deel zal worden ingenomen door het interview met Luc Soyer, een tandarts uit Ittigem uit België. En als laatste hebben we natuurlijk deze ruimte voor vragen. Volgens experts is het coronavirus door vleermuizen overgebracht naar de mensen. En is er een bron van de foodmarket in Wuhan, waarbij een van de medewerkers besmet raakte, hard moest niezen. En toen een volgende besmette, die moest ook weer hard niezen. En zo is uiteindelijk de pandemie ontstaan. Een hele korte introductie van het coronavirus. Het is waarschijnlijk natuurlijk al bij meerdere mensen bekend. Het is een bekende familie waarbij SARS het meest bekende familielid is. En in december 2019 werd er een nieuw virus ontdekt dat de COVID-19 ziekte veroorzaakt. Het heeft een incubatietijd van tussen de 2 en de 12 dagen, waarbij 14 dagen als veiligheidsmarge wordt genomen. En de belangrijkste transmissie gaat via hoesten, waarbij grote en kleinere druppels en aerosolen in de lucht komen en zo verspreid worden. Goed om te weten is dat een griepvirus is 750 keer kleiner dan de diameter van een haar. En dan begrijp je wel dat er veel aandacht is om overdracht via aerosolen te voorkomen. Goede hygiëne en infectiepreventie is. Wat is het nou bij COVID-19? Dat is hetzelfde als in het algemeen. Voorkom overdracht van micro-organismen. En omdat er veel focus is op druppels en aerosolen, heb ik voor dit webinar dit plaatje gebruikt. Het is een afbeelding uit een rapport van 2016 en dat geeft goed weer welke verschillende routes van overdracht er zijn. Het uitgangspunt is dat rode mannetje aan de linkerkant en stel die hoest en proest en je krijgt zo'n spetter zoals je zo even op het plaatje zag. Dan heb je binnen de 1 à 2 meter de grootste kans op directe besmetting via druppels en spetters. Die spetters kunnen binnen die 1 à 2 meter ook ergens op neerkomen, bijvoorbeeld op een oppervlakte of op een contactpunt. En zo kunnen ze door een ander persoon weer worden aangeraakt en worden overgedragen. En als laatste heb je de in de lucht zwevende aerosolen, die kunnen worden ingeademd en zo voor besmetting via de lucht zorgen. Micro-organismen hebben een vijftal punten nodig om goed te kunnen groeien. En dat is water of een vochtige omgeving. Er moet voedsel zijn, de temperatuur moet juist zijn, er moet voldoende zuurstof zijn en de zuurgraad van het oppervlakte moet juist zijn. En als je dat spiegelt aan de situatie bij de tandarts, dan zie je gelijk dat er alle voorwaarden wordt voldoen. Daarnaast is het interessant om te melden dat micro-organismen exponentieel groeien. Die vermenigvuldigen zich elke 20 minuten. Dus 1 wordt 2, wordt 4 en uiteindelijk na 8 uur zijn er 16 miljoen micro-organismen uit dat ene micro-organisme ontstaan. En daarom is er dus veel aandacht voor het doden van het virus en het voorkomen van de verspreiding. Om overdracht te voorkomen, moeten we de keten van infectie doorbreken. En die keten die bestaat uit 6 onderdelen die hier gepresenteerd zijn. We beginnen bovenaan. Er is een ziekteverwekker. En die ziekteverwekker die zit in een bron of die is in een reservoir. En dan kan je bijvoorbeeld denken, het is een ziek persoon, maar het zou bijvoorbeeld ook besmet voedsel kunnen zijn. De derde onderdeel van de keten is een uitgang, de verspreiding. En die ziekteverwekker komt vaak via het lichaamsvocht, zoals niezen of bloed of speeksel, naar buiten. En daarna is er dus de overdracht van de bron naar een ander persoon.
En dat gaat bijvoorbeeld via handen schudden. De volgende schakel in de keten is de porte d'entrée. Oftewel via de mond, of de neus of een open wondje komt de ziekteverwekker bij een ander persoon binnen. En als laatste, deze persoon moet natuurlijk wel vatbaar zijn om ziek te worden van deze ziekteverwekker. Deze keten die moet worden doorbroken en dat kan eigenlijk op elk punt. En ik wil jullie een aantal voorbeelden geven van het doorbreken van de keten zoals we die nu met corona kennen. Het eerste is niezen in je elleboog. Als je in je elleboog niest, dan voorkom je dat de deeltjes gaan rondvliegen. Het tweede deel is het voorkomen van overdracht, bijvoorbeeld door social distancing. 1,5 meter afstand houden of geen handen meer schudden. Daarmee voorkom je overdracht. Natuurlijk moeten we ook heel vaak onze handen wassen om te zorgen dat je jezelf niet desinfecteert door de dingen die je hebt aangeraakt. En als laatste hopen we natuurlijk allemaal dat er uiteindelijk een vaccin komt, zodat we allemaal resistent zijn. Sinds de uitbraak van de pandemie is er veel geschreven en veel gepubliceerd over de situatie. En verschillende auteurs en experts hebben hun analyses daarover gegeven. Ik wil 2 interessante artikelen kort met jullie delen. Een van de eerste die gepubliceerd werd, misschien wel de eerste, was het rapport van Xi'an Peng. En dat was in ieder geval een van de eerste die inging over de situatie, specifiek inging over de situatie in de tandartspraktijk. En de afbeelding die toont op een meer specifieke manier de directe en de indirecte besmetting en de besmetting via aerosolen, zoals we zo even beschreven. En hij beschrijft in zijn artikel een aantal aanbevelingen om die overdracht te voorkomen. De eerste is een goede screening van de mensen die je binnenlaat, de triage. Daarnaast beschrijft hij ook dat handhygiëne noodzakelijk is, maar dat de naleving relatief laag is. En hij adviseert de bekende 5 moments of hand hygiene. En daarnaast zegt hij ook, probeer je mond, je neus en je ogen niet aan te raken. En die 5 moments of hand hygiene van de World Health Organization, die zijn de volgende, voordat je de patiënt aanraakt of voordat je begint met een behandeling. En nadat je de patiënt hebt aangeraakt, nadat je de werkomgeving hebt aangeraakt en nadat je in contact bent gekomen met speeksel of bloed. Ook gaat hij in op persoonlijke bescherming en dat het belangrijk is om handschoenen, mondmaskers en zo te dragen. En gaat hij in over de vermindering van de besmette aerosolen, bijvoorbeeld door het spoelen van de mond en het gebruik van de rubberdam. En als laatste gaat hij in, gaat hij ook in op het gebruik van hoekstuk of turbines met een anti-retraction valve om besmetting van de waterhoudende leidingen in de unit te voorkomen. En als laatste geeft hij ook aan dat niet alleen de behandelkamer gedesinfecteerd moet worden, maar ook de algemene ruimtes gedesinfecteerd moeten worden. Een tweede artikel is geschreven door de broers Marcus en Matthias Trotsch. En die hebben in hun artikel, dat op 6 april in de tandartspraktijk gepubliceerd is, een grote hoeveelheid informatie geordend. En zij geven aan dat dit het resultaat is van hun eigen onderzoek naar het gebruik van beschermingsmiddelen. En eigenlijk is de titel al gelijk pakkend. Er is geen tijd na COVID-19, er is alleen een tijd voor COVID-19 en eentje met. En dit geeft wel aan dat zij ervan overtuigd zijn dat COVID-19 niet meer weg zou gaan en dat we er dus altijd mee zouden moeten blijven werken. Voor dit webinar heb ik een aantal opvallende delen eruit gehaald. Het RKI, oftewel het Duitse RIVM, stelt dat de belangrijkste manier van besmetting via druppels is. En tegelijkertijd, besmetting via aerosolen is mogelijk. Echter, de twee broers hebben ook onderzocht dat er geen duidelijke en eensduidend bewijs voor is dat die aerosolen ook daadwerkelijk besmettelijk zijn. Er is een duidelijk verschil, zien zij, tussen aerosolen met een hoog aantal virusdeeltjes en aerosolen verdund met waternevel. Wederom, de broers hebben goed onderzoek gedaan naar het komt dat er onvoldoende bekend is of tandheelkundige behandelingen wel voldoende hoge virusconcentraties produceren om dus weer besmettelijk te zijn. Tegelijkertijd zien ze ook een positief aspect, dat tandartsen minder vaak besmet zijn dan medisch personeel. En de reden die ze aannemen is dat tandartsen nagenoeg altijd met goede persoonlijke bescherming werken. En als laatste concluderen zij dat de belangrijkste bron van besmetting niet de praktijk is, maar dat die buiten de professionele omgeving ligt. Bijvoorbeeld in het dagelijkse verkeer in de supermarkt, want daar is de kans veel groter en zijn de contacten veel minder te controleren. Dus ook
Daarom volgen zij netjes de nationale richtlijnen en in, dat geval, in hun geval zijn dat die van de RKI. Dit artikel is absoluut het nalezen waard. En voor degenen die het niet kennen, het staat op de tandartspraktijk onder nieuws en de datum is 6 april. Deze twee artikelen geven een goed beeld over hoe dit onderwerp leeft. En ik heb, zoals ik zei, ik heb een aantal tv-programma's gevolgd ook hierover. En toen hoorde ik een van de gasten zeggen dat corona net op voetbal lijkt. Daar hebben we ook 17 miljoen deskundigen van. En dat geldt tegenwoordig ook met dus de coronamaatregelen. Iedereen heeft er een mening over. En omdat er veel over wordt gezegd en geschreven, volg ik voor dit webinar de richtlijnen die vanuit de Belgische en Nederlandse overheid zijn uitgevaardigd. Dus de KNMT-richtlijnen en de HGR-richtlijnen. En die zijn aangevuld met voor Nederland de leidraad mondzorg corona en voor België het COVID-19-protocol in de fase van de heropstart. In deze richtlijnen wordt uitgegaan naar een maximaal resultaat. Om dus te streven naar een maximaal resultaat in tegenstelling tot een optimaal resultaat. Want zij geven aan dat aerosolen in de tandartspraktijk nauwelijks te voorkomen zijn. Dus de triage, de voorselectie bij de deur, is een belangrijk en zelfs essentieel onderdeel geworden. Kort gezegd, wat niet binnenkomt, kan ook niet zorgen voor besmetting. Daarnaast stellen zij dat het om de richtlijnen goed te kunnen uitvoeren, moet er wel voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in de praktijk aanwezig zijn. In de reguliere richtlijnen staan een aantal punten die hebben te maken met het minimaliseren van en het voorkomen van. Bijvoorbeeld het minimaliseren van contact met zieke of besmette patiënten of het voorkomen van overdracht via handen of instrumenten. Als je dan kijkt naar de maatregelen die op de huidige COVID-19 situatie geschreven zijn, dan zie je onder andere dat die te vertalen zijn naar de triage, naar het social distancing van 1,5 meter afstand houden en bijvoorbeeld dat je minder patiënten tegelijkertijd in je praktijk kan behandelen. Om de aerosolen te verminderen wordt er gewerkt met een kofferdam en wordt er gewerkt met een grote afzuiger en zo zijn er nog een aantal aspecten. Er wordt gesproken over persoonlijke bescherming, het dragen van een mond-neusmasker, in sommige gevallen een FFP2-masker en ook hier weer het houden van 1,5 meter afstand. Natuurlijk is handhygiëne een zeer belangrijk aspect. Wat nieuw is, is dat er nu ook voor de patiënt handhygiëne verplicht wordt als ze binnenkomen. En naast het desinfecteren van de handen is natuurlijk ook de reiniging en desinfectie van de behandelruimte, de wachtruimte en de instrumenten een zeer belangrijk aspect. Je kan stellen dat aerosolvorming in de tandartspraktijk niet te voorkomen is. Echter, de overdracht van zeer besmettelijke micro-organismen kunnen we wel zoveel mogelijk proberen te voorkomen. We gaan naar Luc toe. In de praktijk van Luc Soya. Luc is tandarts en eigenaar van tandartspraktijk Ittegem. En vanuit deze praktijk, je zal zo meteen hem zien op de achtergrond. Hij zit in deze kamer en hier zie je hem met zijn team. Luc, ben jij er klaar voor? Ja, ik ben erop. Dat is mooi. Kijk, nu zien de gasten van ons webinar zien jou ook in de praktijk. En voordat ik Luc introduceer, wil ik hem allereerst hartelijk bedanken voor de medewerking die hij aan dit webinar heeft gegeven. Een korte introductie van hem. Hij is afgestudeerd in 1987. Zijn vrouw is ook in datzelfde jaar afgestudeerd. En toen zijn zij allebei apart een solopraktijk begonnen. En sinds die tijd wordt er in zijn praktijk al gewerkt. Eerst op Siemens en later op de Sirona-stoelen. En volgens Luc gaat dat dus al sinds die tijd supergoed. In 2004 zijn de praktijk van Luc en zijn vrouw samengegaan en werken ze op de huidige locatie zoals die nu in beeld is. De praktijk blijft groeien en momenteel werken er 8 tandartsen, 6 assistentes, zijn er 5 behandelkamers en waarvan er 3 recent een nieuwe Teneo hebben gekregen. Daarnaast is Luc een early adopter van Digital Dentistry. Sinds 2011 werkt hij al digitaal met allereerst de Bluecam en momenteel werkt hij op de Omnicam. Hygiëne in de praktijk en sterilisatie zijn vanaf het begin af aan al doelen geweest van Luc in zijn praktijk, waar goed naar gestreefd werd. En daarom wil en kan hij ook vanuit deze rijke ervaring putten, dan zal hij tijdens dit webinar zijn manier van werken delen met alle toehoorders. Ik zal aan de hand van de 5 aandachtspunten die er rechts naast staan, zal ik Luc interviewen over de wijze waarop hij en zijn team de COVID-19 richtlijnen hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering.
Ik zal steeds beginnen met een korte introductie. Ik kom zo weer bij je terug, Luc. En dan gaan we praten over handhygiëne. Handhygiëne is het eerste onderwerp. En waarom is handhygiëne zo belangrijk? Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle infecties via de handen gaat. En tegelijkertijd blijkt ook uit onderzoek dat een werkend persoon elke 60 seconden 30 objecten aanraakt. En dan snap je al waarom overdracht via handen zo makkelijk gaat en waarom heel veel aandacht is voor handhygiëne. Er is ook onderzoek gedaan onder zorgprofessionals naar de compliance van handhygiëne. En uit het onderzoek blijkt dat ruim 60% van alle professionals het gewoon vergeet. Dus ze vergeten om hun handen te wassen of te desinfecteren, terwijl dat wel nodig is. En dat er ook best nog wel wat onwetendheid is. Want ruim 40% van de mensen denkt dat handhygiëne of handdesinfectie niet nodig is, terwijl dat wel nodig is. Kortom, handhygiëne is superbelangrijk bij het voorkomen van overdracht van micro-organismen. Luc, we gaan in gesprek. Ja. Kijk, daar is Luc links. Mij zie je rechts. Even inhakend op dat onderzoek over handhygiëne. Het is dus moeilijk om goede handhygiëne uit te voeren. Herken je dat? Wel niet altijd even moeilijk, maar misschien wordt het vergeten. En wordt men een beetje nonchalant met de handhygiëne. In een tandartspraktijk vind ik het eigenlijk vanzelfsprekend dat je het doet, maar het wordt snel vergeten en je moet er heel consequent aan werken door er uzelf en ook uw medewerkers van bewust te maken. Vergelijk het een beetje met een tandenknarser die je post-its moet ophangen om er zich van bewust te maken dat hij niet mag knarsen. Lange nagels in de praktijk, nagellak, ringen, het wordt al eigenlijk snel vergeten. Ja. En het is toch heel belangrijk. We weten ondertussen dat de handhygiëne heel belangrijk is in de overdracht van besmetting en om die te voorkomen natuurlijk. Ja. En hoe heb jij aangepakt dat met jouw team, bijna 14 man, dat dat gewoon netjes wordt opgevolgd? Ja. Dus we hebben protocollen gemaakt die we ophangen en om iedereen eraan te herinneren en op alle mogelijke zichtbare plaatsen. Dus in de omkleedruimtes, ook in de keuken waar gegeten wordt, dispensers gehangen met zeep, alcohol, handschoenen, wegwerphanddoeken en dan de juiste protocols erbij, zodat iedereen het kan zien. En om het wat ludieker te maken, hebben we ook de handschoenen per maat een verschillende kleur gegeven, zodat iedereen ook onmiddellijk ziet welke kleur, welke maat van handschoenen neemt. En we hebben dan ook nog de aangepaste mondmaskers in dezelfde kleur. En dat maakt het ook nog een beetje leuker voor onszelf en voor de patiënten. Dus wat is de kleur van maat medium? De medium is in de groene. Kijk, dan zou ik groene handschoenen hebben. En als je kijkt naar handhygiëne voor het handen wassen en het handen desinfecteren, dat zijn natuurlijk twee verschillende aspecten. Hoe zijn de regels voor handen wassen dan wel handen desinfecteren bij jou in de praktijk? Wel, bij toekomen is het vanzelfsprekend als assistenten zijn wij zelfs toekomen dat de handen met zeep gewassen worden. Je kunt altijd vuil zijn, auto aangeraakt, je bent buiten geweest. We wassen onze handen ook met zeep voor het eten onder de middag. En meestal s'avonds ook, of als er zichtbaar vuil is, een container buiten gezet met zeep. De momenten tussenin gebruiken we altijd een alcoholgel. Vinden we het makkelijkst, die droogt ook makkelijk. We hebben nu een nieuwe gel en die vind ik heel goed. Als we die gebruiken, geeft ook droge, zachte handen en dat maakt het heel makkelijk om handschoenen opnieuw aan te doen. Maar natuurlijk, buiten het wassen met zeep en de alcohol, is af en toe een handcrème om de handen zacht te houden en kloven of uitdrogen te vermijden toch wel nuttig. Ja, nou, het ziet er goed uit bij jullie. Ik kom zo weer bij je terug. Ik ga het even kort samenvatten en dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Samenvattend, kijk, handhygiëne is natuurlijk het belangrijkste aspect om overdracht en besmetting te voorkomen. Van 80% van alle overdracht wordt een goede handdesinfectie voorkomen. Is dat nou nieuw? Nee, het is niet nieuw. En de werkwijze is ook niet anders. Handen desinfecteer je voor, tijdens en na elk patiëntcontact. En eigenlijk kan je nooit te weinig handhygiëne doen. Ik heb zometeen nog even een aparte slide waar we iets dieper ingaan op de 7 zones en het verschil tussen handen wassen en handen desinfecteren. Wat belangrijk is om daarbij een goede beschikbaarheid te hebben. Bij voorkeur in dispensers die automatisch gaan. Mocht automatische dispensers niet mogelijk zijn, dan met elleboogbediening. Investeer in bewustwording, toepassing en protocollen. En zorg dat er elk moment van de dag aandacht voor goede handhygiëne is. Op het gebied van handendesinfectie wordt geadviseerd om een virucide werking te hebben. Dat werkt het beste.
Echter, er staat een sterretje bij en links onderin staat een grijs balkje. Er is in Nederland is er een tijdelijke regel van kracht in verband met het tekorten op goede desinfectiemiddelen. Dat ook alle handalcoholen met meer dan 75% isopropiel alcohol tijdelijk toegestaan zijn. Daarnaast vergeet je handen niet te verzorgen met handcreme. En belangrijk om te realiseren, als je je handschoenen uitdoet, handdesinfectie. Heb je een contactpunt aangeraakt? Handdesinfectie. Doe je handschoenenwissel? Handdesinfectie. Dus je kan nooit te veel handdesinfectie doen. Wanneer moet je nou je handen desinfecteren en wanneer moet je je handen wassen? Eigenlijk is het heel simpel. Dat je alleen je handen alleen je handen wast als ze zichtbaar vuil zijn. En in alle andere gevallen is desinfecteren het beste. Goede handhygiëne, of je ze nou wast of desinfecteert, heeft 7 zones. En die zones zijn de binnenkant van je hand, de binnenkant van je hand tussen de vingers, de buitenkant van je hand tussen de vingers, natuurlijk links en rechts, de palmen van je handen en je vingers, de vingertoppen, de duimen. En je ziet dat ik 1 vreemd plaatje heb toegevoegd, de polsen. De polsen worden vaak vergeten, maar dat is ook een belangrijk onderdeel van goede handhygiëne. En als je naar dit plaatje kijkt, dan zie je gelijk waarom handen wassen langer duurt dan handen desinfecteren. Het begint allebei dat je de vloeistof, waslotion of het desinfectiemiddel op je handen aanbrengt. Daarna via de 7 zones je handen compleet desinfecteert of vast. Met de handen desinfectie ben je dan klaar en dat duurt zo'n 20-30 seconden. Met handen wassen moet je daarna nog je handen afspoelen, zeep eraf halen, handen afdrogen en de spullen opruimen. Al met al duurt dat zo'n 2 keer langer dan met handen desinfecteren. Ik kan dus stellen dat handendesinfectie is efficiënter en sneller. Daarnaast is het, ondanks dat veel mensen denken, ook nog veel huidvriendelijker, omdat er terugvettende stoffen in zitten. En daarnaast is het veel effectiever. En het is effectiever omdat handendesinfectie micro-organismes doodt. Het volgende onderwerp gaat over persoonlijke bescherming. En we hebben het vaak over het nieuwe normaal. Alle dingen zijn tegenwoordig het nieuwe normaal. En als we nadenken over persoonlijke bescherming, is dit dan het nieuwe normaal? Het dragen van persoonlijke bescherming is natuurlijk om, zoals het woord al in zich heeft, om jezelf te beschermen. Tegen druppels, tegen bloed, tegen aerosolen. En daarnaast is het ook om te zorgen dat jij als zorgverlener niet de patiënt besmet. En zeker als tandarts werk je dicht boven het gezicht van je patiënt, is dit netjes om een mondmasker te dragen. Wat zie je in de praktijk gebeuren? Bijvoorbeeld links, deze dame heeft netjes een beschermbril op. Hij heeft netjes handschoenen aan en haar mond-neusmasker zit onder de kin. Dat ademt echt makkelijker, maar het beschermt niet je mond of je neus. Op de rechterfoto, persoonlijk mijn favoriet, is de man met het rode petje. Hij heeft netjes een jas aan, beschermjas, handschoenen zijn aan, mondmasker is op. En hij kijkt toe naar de tandarts die de handeling uitvoert met helemaal niks. Nou, volgens mij is dat niet zoals het hoort. Is dit dan het nieuwe normaal? Dit is een mooie foto die recent in de krant stond. Luc, we gaan weer naar jou toe. Over persoonlijke bescherming. Ja. Ja, kijk, daar ben je weer. Persoonlijke bescherming, dat is regelmatig een punt van discussie. Het lijkt wel een operatiekamer in een ziekenhuis zo. Er wordt gesteld, we moeten de patiënten ook niet afschrikken. Hoe kijken jij en je collega's daar tegenaan? Wel, standaard gebruikten wij vroeger altijd al een mondmasker, handschoenen, beschermbril of loepenbril. En de standaard werkkledij. Dus eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Wat we nu extra doen, is dan eventueel een haarnetje, een FFP2-masker. En indien we het nodig vinden, bloedige ingrepen, chirurgische ingrepen, aerosolen, gebruiken we ook nog een beschermschot. Maar de patiënten of zowel ook de tandartsen hebben daar echt geen probleem mee. De patiënten appreciëren het dat we dat doen. We krijgen daar positieve commentaren. Dus, nou, we moeten natuurlijk niet te ver drijven. De face shields zijn nog een optie. Maar ik vind soms dat het werken dan toch wel. We moeten ons werk goed kunnen blijven doen. En ja, daar moet iedereen dan zichzelf een beetje zien hoe dat we dat doen. Ja. Even inzoomen op onderzoekshandschoenen. Jij vertelde ooit dat je iemand met latexallergie in je stoel hebt gehad. Ja. Wat gebeurde er? Ja. Niet zo leuk natuurlijk. Die patiënt begon na een uur toch wel rond te draaien. Het was een latexallergie op de rubberdam die toch al een tijd in de mond zat.
We hadden net beslist eigenlijk om alle latex te verbannen en over te schakelen op nitril. Die patiënt is dan vrij snel weggevoerd met 100 naar dat ziekenhuis. En dat was niet zo'n aangename ervaring. Sindsdien gebruiken we altijd nitril en ik vind dat een heel goed alternatief is voor de latex. Zeker op gebied van handschoenen en ook op gebied van rubberdam. Dus ik zou elke collega aanraden, als er nog met latex gewerkt wordt, één latexallergie in de praktijk is er eentje te veel. Ja, zeker eentje te veel. Helemaal mee eens. Mondneuskapjes, daar is ook veel over te doen. We hebben type 2, we hebben type 2R, we hebben FFP2. Verschillende richtlijnen in Nederland en België, althans details verschillend. Hoe hebben jullie het aangepakt? Wel, wij gebruikten vroeger altijd de klassieke de chirurgische mondmaskers. Nu gebruiken wij voor de aerosolbehandelingen gebruiken wij de FFP2-maskers. Ook de assistentes, als ze aan de stoel op dat moment helpen. Ik vind het zelf een beetje moeilijker om te ademen. Nu, het went ook wel natuurlijk. Het zijn ook duurdere maskers. Maar ik denk, als we die allemaal gaan gebruiken, we voelen ons daar ook wel veilig mee om te werken. En dat is eigenlijk... vlot dat heel goed in de praktijk. Beschikbaarheid begint ook al beter te komen. Misschien een alternatief voor het FFP2. Dus het grote probleem is, chirurgische mondmaskers is ze moeilijk aansluiten. En ik heb er eentje klaargelegd. Als we kunnen het gaan zien, een mondmasker dubbelplooit. En dan hier, vlakbij, ik weet het kan zien, een knoop legt. Ietsje weer naar links, Luc, dan is het in de camera. Okay. Ja. En nu legt hier een knoop. Tot bij het masker. Dan kunnen we, ik ga de camera, zit hier ongeveer, en we plooien het erachter door. Dan sluit het mondmasker veel beter aan het gelaat. Kijk, ik heb er eentje helemaal klaargemaakt. En als je dat zo doet, dan sluit het echt beter, kan u het zien. Dan maak je er een beetje een hoesje van, zoals een klassiek FFP2. En dan gaat het eigenlijk, als men het opzet, veel beter aansluiten aan het gelaat. En onze assistenten doen dat heel consequent en dat ademt dan toch wat makkelijker en laten langs de zijkant een minder mogelijkheid om een aerosol door te laten. Ja. Nou, ben jij brildrager? Heb jij een beschermbril of een face shield? Hoe werk jij? Ik werk met meestal loepenbril. Een face shield en loepenbril kan wel, maar we gebruiken ook nog licht en dan is het heel moeilijk om te combineren met een face shield. Dus ik gebruik een FFP2, een loepenbril. Met licht en een haarnetje. Ja, dankjewel Luc. Ik kom zo weer bij je terug. Ja. Okay. Samenvattend. Kunnen we stellen dat dit wel het nieuwe normaal is. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. En voorkom besmetting van jezelf en je team. Belangrijk om te melden. Persoonlijke bescherming is echt disposable en patiëntgebonden. En wordt gewisseld na elke patiënt. Uitdoen of afdoen betekent nieuwe aandoen. Voor onderzoekshandschoenen, de voorkeur gaat echt uit naar nitriel. Dat is een goed alternatief voor latex, goede bescherming en ook goede grip. Vermijd onderzoekshandschoenen van vinyl, die zijn glad op de vingertoppen en bieden weinig bescherming. En vermijd latexhandschoenen vanwege de genoemde allergische reactie. Als je een mond-neusmasker type 2 of type 2R draagt, draag het patiëntgebonden. Patiënt weg, mondmasker weg. En FFP2-masker, dat kan bij meerdere patiënten gedragen worden. Maar, mits het wordt opgehouden voor de neus en de mond, het niet vuil is en droog blijft. Voldoet het niet meer aan een van deze voorwaarden, dan moet je er wisselen. En welk mondneusmasker je ook gebruikt, zorg dat de randlekkage zo min mogelijk is door goed aan te sluiten onder de neus en onder de kin. Of over de neus en onder de kin. Een beschermjas, die moet natuurlijk vochtwerend zijn, maar de lange mouwen en manchetten zijn extra belangrijk voor de beste bescherming. Daarnaast wil ik er even op duiden dat we, omdat we voor Nederland en België dit webinar geven, dat er verschillen zijn tussen de Nederlandse en Belgische adviezen. Dat je er altijd even naar moet kijken. En nog twee tips. Eén met betrekking tot de beschermjassen. Er zijn beschermjassen die meer draagcomfort hebben. Momenteel moet je toch vaker een jas hebben. De zomer komt eraan, het wordt wat warmer en dan is het prettig om wat meer draagcomfort te hebben en toch behoud van bescherming. Dat zijn SMS-jassen. Daarnaast een FFP2-masker. Het ademt wat moeilijk, maar het geeft goede bescherming. Er bestaat een variant die heet een eendenbekmasker. En zoals het woord al in zich heeft, die heeft de vorm van een eendenbek, waardoor je
voor je mond en je neus wat meer ruimte hebt. En dat ademt makkelijker. Het volgende onderwerp is de hygiëne in de behandelkamer. En wat je wel eens tegenkomt, zijn dit soort behandelkamers. In deze inrichting kom je gewoon tegen en daar is, of eigenlijk was, niks mis mee. Maar als je het nu ziet in het licht van de aangepaste coronarichtlijnen, dan vallen er toch wel een aantal punten op met betrekking tot makkelijke schoonmaak die dagelijks gedaan moet worden. Wat bijvoorbeeld op de linkerfoto opvalt, zijn de vele draden en slangen die zichtbaar zijn. En de plank achter de hoofdsteun, die is ook erg vol. En op de rechterfoto, op het eerste gezicht, is dat nog niet zo slecht. De tandarts draagt netjes handschoenen, beschermbril, mond-neusmasker, netjes opgedaan. Maar als je wat inzoomt naar achteren, dan zie je daar een volle kapstok. Je ziet dozen opgestapeld. Je ziet een soort van bruine boodschappentas staan met spullen. En als je dan in het achterhoofd hebt dat met de huidige coronarichtlijnen geadviseerd wordt om na elke patiënt het delen, zo niet de gehele behandelkamer, te reinigen en te desinfecteren, dan zou toch een andere inrichting, bijvoorbeeld zoals deze, veel praktischer zijn. Een opgeruimde behandelkamer is makkelijker schoon te maken. En met lege werkbladen is het geheel heel makkelijk en eenvoudig schoon te maken. En hoe Luc dat doet, daar gaan we weer in gesprek over. Luc? Ja. Kijk, daar is het. Ik zag Luc al bewegen, maar nu horen jullie hem ook weer. Ja. Op de achtergrond zien we die hele mooie behandelkamer van jou. Is die altijd zo schoon of heb je hem zo even nog opgeruimd? Nee. We hebben er altijd naar gestreefd, ook tijdens het werk, om zo weinig mogelijk om de kasten te plaatsen. Minder op de kasten, minder kans op besmetting, makkelijker te reinigen en te ontsmetten. En het oogt ook veel mooier, hebben we altijd gevonden. Dus het materiaal dat we gebruiken zit allemaal in de kasten. Maar voor bepaalde behandelingen, extracties, prothesematerialen, zo zit dan in aparte tubs. En de assistenten kunnen die dan brengen op het moment dat we die nodig hebben. De units zelf ook zijn gladde oppervlakken, gladde screens, daarom allemaal heel makkelijk te reinigen en te ontsmetten na elke patiënt. En het is ook de leidingen van deze unit, en daar ben ik heel blij mee, kunnen gespoeld worden na elke patiënt. We purgen die. Dat is de gewoonte die we niet hadden en dat is iets dat we ons moeten aanleren door het dikwijls te doen. Dus we maken daar de protocols voor om dat te doen. En het is door die regelmatig ook te herhalen dat we eigenlijk dat het voor de assistenten ook meer een gewoonte wordt. Dus wat betreft de protocols die we hebben voor al die zaken is, we maken die, we voeren die uit, want een protocol maken is één ding. We voeren die uit en waar het nodig is, moeten we die uiteraard ook aanpassen, want het moet natuurlijk wel werkbaar zijn. Ja. Als je, er wordt veel gesproken over vermindering van aerosolen. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Wel, ik denk dat elke tandarts ondertussen de voorschriften wel gelezen heeft, al in alle mogelijke voorschriften, protocols die circuleren momenteel. Wij laten de patiënten eerst spoelen met een waterstofperoxide 1% oplossing. We kopen in de apotheek een 3% oplossing, dus een 10 volume procent oplossing. En die verdunnen we dan zelf 1 op 3. We hebben die laten stabiliseren. De pH-bedrag dan volgens de apotheker tussen de 4 en de 5. Dus daarmee spoelen is geen probleem. En dan is het voordeel dat ze langer houdbaar zijn in de praktijk. We zetten in elke praktijk een pompsysteem. Dus de patiënt krijgt een bekertje, kan heel snel gevuld worden. En die spoelt dus een half minuut tot een minuut voor elke behandeling. Dat is dan de waterstofperoxide. Dan gebruiken we ook nog rubberdam bij het uitboren en bij het vullen. En inderdaad, als je bij het uitboren rubberdam plaatst, ja, soms gaat die wel eens beschadigd worden. En dan moeten we een nieuwe plaatsen bij het vullen, maar dat is dan op zich geen probleem. En om de aerosolen te verminderen, gaan we ook zoveel mogelijk verluchten. De ramen staan open, momenteel met dit weer geen enkel probleem. De deur staat op een kier. En ja, standaard een half uur of zoiets langer tussen patiënten laten, doen we niet. We hebben wel de afspraken ruimer gepland, dus 10 minuten, een kwartier. Ondertussen wordt alles ook opgeruimd, ontsmet en kunnen de producten inwerken. Ja, de behandeling is gedaan. De instrumenten moeten weer terug naar de sterie toe. Ja. Oppervlakken moeten worden gedesinfecteerd. Contactpunten, er is nogal wat te doen tegenwoordig. Hoe hebben jullie dat aangepakt? De assistenten gaan eerst al het vuile, het besmette materiaal verzamelen op hun tray. Dan gaan ze al oppervlakte schoonmaken, behandelstoel, de leidingen, de operatielamp, RX. Voor alles is de producten voorzien. Die staan dan achter op de kast, zodat ze die onmiddellijk kunnen nemen.
van het moment dat de stoel helemaal gereinigd is, alle oppervlakte, nemen ze het besmette materiaal mee naar de sterilisatie. En daar doen ze dan onmiddellijk met hunzelfde handschoenen aan nog de triage. En dan kan de tandarts, die ondertussen zijn handen al gedesinfecteerd heeft, de stoel opnieuw gebruiksklaar maken. Nieuwe hoekstukken, aerotter, nieuwe tips voor de luchtspuit, hoofdsteunzakken en de zuigers. We hadden al een protocol om dat allemaal te doen, maar nu hebben we die dan natuurlijk nog een beetje bijgestuurd om zo weinig mogelijk interactie tussen besmette en niet besmette zaken te hebben. En ik heb het tegen ook al gezegd, vooraf, misschien was dan corona, om al die maatregelen nog eens opnieuw te bekijken en aan te scherpen, nog niet zo slecht, zodat we ons nog een beetje beter hebben kunnen organiseren. Ja. Dankjewel, ik kom zo weer terug. Ja. Bij jou. Zo'n behandelkamer, zoals je hier zit, is natuurlijk vanuit hygiëneoogpunt aan te raden. Echter, het is een behandelkamer en daar wordt in gewerkt. Dus je moet als tandarts nog wel zorgen dat je je werk kan doen. Die behandeling moet ook wel gewoon kunnen. Dus volg de adviezen die in Nederland en België gegeven worden door de KNMT en de HGR. En maak de behandelkamer schoon. Maar kijk wel hoe je dit het beste in je praktijk kan inpassen. Zorg in ieder geval dat de reiniging, desinfectie van oppervlakte en contactpunten na elke patiënt gedaan worden. Dat je de gehele behandelkamer wordt geadviseerd aan het einde van de werkdag een goede schoonmaakbeurt te geven. Omdat dit heel vaak gebeurt, is het handig om dat zo efficiënt mogelijk aan te pakken. En vanuit efficiëntie zorg voor lege werkbladen, lege kasten, opgeruimde kamers. Dan kan je gewoon heel efficiënt schoonmaken. Er werd ergens gesteld dat we momenteel voor maximale beheersing gaan. En dit uitgangspunt is ook goed te gebruiken bij het schoonmaken en desinfecteren van je behandelkamer. Ga voor het maximale resultaat, niet het optimale. En zo ook bij de vermindering van aerosolen. Alle stappen die je kan nemen, mondspoelen, kofferdam, afzuigen, ventileren. Alle stappen dragen bij aan de vermindering van aerosolen. Met betrekking tot de behandelunits. Spoel de units na elke patiënt door en voorkom biofilmvorming in de waterhoudende leidingen. Desinfecteer na elke patiënt de oppervlakte en contactpunten van de unit. En voor Dentsply Sirona units saneer elke 4 weken of een langere periode van stilstand. Wat Luc zei, corona heeft ook gevolg voor aanscherping van zijn werkwijze en van de gewoontes. En een van de dingen die hij positief ervaarde, is dat hij nu veel consequenter purgt naar elke patiënt. Ook hier, het is weer klein en in het grijs, wil ik meegeven dat voor het desinfecteren van oppervlakte in de behandelkamer ook tijdelijk is toegestaan dat producten met meer dan 70% alcohol of bepaalde chloorhoudende producten toegestaan zijn in verband met tekorten van goede desinfectiemiddelen. Daarnaast wil ik nog melden dat voor België geldt dat geadviseerd wordt om de airco uit te zetten in de behandelruimte. Hygiëne en infectiepreventie speelt bij Dentsply Sirona een belangrijke rol. En bij het ontwerp van alle producten worden de RKI-richtlijnen geraadpleegd en beoordeeld hoe goede hygiëne makkelijk kan worden gemaakt. Natuurlijk zijn er de bekende hygiënemogelijkheden van onze behandelunits. De units voldoen aan de EN1717-norm voor waterbeveiliging. Ze hebben allemaal geïntegreerde hygiëne en desinfectie van de waterhoudende leidingen en afzuigers, inclusief chemie. Veel contactpunten zijn afneembaar en steriliseerbaar. En natuurlijk zijn de oppervlakken ook makkelijk schoon te maken en te desinfecteren. Maar ook bij onze röntgenapparaten zijn er aspecten die met hygiëne te maken hebben. Zoals de Xiosen koffers, de biteblok, beschermhoesjes. En we hebben ook disposable oordopjes voor een laterale schilderfoto. En wat momenteel ook een hygiënische oplossing is, is dat je bijvoorbeeld de Heliodent of het OPG-toestel buiten de kamer kan laten bedienen door een andere collega. En hiermee voorkom je dat de assistent mogelijke besmetting meeneemt naar buiten de behandelkamer. Als laatste, de PrimeScan. Die heeft natuurlijk een mooi glad oppervlak, is makkelijk schoon te maken. En de One Visit Dentistry is ook een wijze om de tijd die de patiënt binnen is optimaal te benutten. En natuurlijk zijn digitale afdrukken niet alleen efficiënter, maar je voorkomt ook mogelijke overdracht via de traditionele afdruk van micro-organismen richting het lab. We gaan over door naar reiniging en desinfectie. Dus dan hebben we het over het gebruikte instrumentarium. Dat gaat naar de sterilisatieruimte. En dat wordt weer gereed gemaakt voor de volgende behandeling. En toch wil ik nog even de indeling van de instrumenten volgens het KNMT en de HGR geven. Omdat het duidelijk is dat die een vergelijkbare indeling hebt
hebben en ook een vergelijkbare wijze waarop deze in de serie verwerkt worden. En de indeling die wordt gemaakt op de bekende manier van niet-kritisch gebruik, semi-kritisch gebruik en kritisch gebruik van instrumenten. Nou, waar het dus om gaat is dat het instrument wordt gedecontamineerd op een wijze voor een toekomstige handeling en niet voor de handeling die gedaan is. Niet-kritisch gebruik, dat zijn de handelingen die buiten de mond plaatsvinden. Semi-kritisch gebruik zijn de ingrepen waarbij het instrumentarium in contact komt met slijmvliezen. En bij chirurgische ingrepen is er contact met het steriele weefsel. En de wijze van decontaminatie is gelijk tussen Nederland en België en de Belgische richtlijnen. Waarbij er een klein verschil is bij de niet-kritisch gebruik. In België is alleen reiniging voldoende en in Nederland wordt gesteld dat reiniging en thermische desinfectie noodzakelijk is. Zo ook bij semi-kritisch reiniging en thermische desinfectie, waarbij onverpakte sterilisatie natuurlijk ook kan. En voor het kritisch gebruik bij chirurgische ingrepen, reiniging, thermische desinfectie en verpakte sterilisatie. Als je kijkt naar het schema wat je dan krijgt in een workflow, dan hebben we de gebruikte instrumenten en die zijn visueel schoon en ontdaan van bijvoorbeeld alle bloedresten. En als dan voor de volgende behandeling dit instrument semi-kritisch gebruikt wordt, dus dat is de blauwe lijn in het midden, dan gaan ze eerst naar de thermo en zijn ze daarna gereed voor de volgende behandeling. Voor turbines en hoekstukken geldt dat ze ook nog gesmeerd moeten worden, waarbij de DAC Universal Touch de voorkeur heeft. Hierbij zijn 6 instrumenten in 15 minuten gereed voor gebruik en dan zijn ze gereinigd aan binnen- en buitenzijde, gesmeerd, thermisch gedesinfecteerd en afgekoeld. Als de instrumenten voor een chirurgische behandeling dus daarna kritisch gebruikt moeten worden, dan gaan ze na reiniging en thermische desinfectie verpakt in een laminaatzakje met de seroseal en gaan ze daarna de DAC Premium of Professional autoclave in. Na het sterilisatieproces zijn dan de instrumenten steriel en verpakt gereed voor de volgende behandeling. Luc, we gaan weer naar jou toe. Hoe heb jij het aangepakt? De sterilisatie. Ja, momentje hoor. Ja. Het beeld was even weg en het geluid was ook wat later. Dus we hebben weer contact. Ja. Oké. Jij vertelde dat jouw sterie is goed ingericht. Alle noodzakelijke apparatuur staat er. Ja. En toch was het een uitdaging om het netjes te houden. Vertel eens. Ja. Natuurlijk, al het materiaal komt besmet binnen. Dus eerst doen we dan de triage. Dan heb je dan de nodige afvalcontainers nodig. Ook een opslagplaats voor trays die niet onmiddellijk kunnen gereinigd worden of getrieerd worden. En dan zitten we eigenlijk in de rode zone. We hebben onze sterilisatie ingedeeld in een rode en een groene zone. Dus om duidelijk visueel zichtbaar te maken voor assistenten. Dus van kijk, hier kan ik besmet materiaal. Daar is het gedesinfecteerd of gesteriliseerde materiaal. Kwestie van bewustwording. En iedereen erop attent te maken van kijk, ik sta nu in de rode zone. Ik heb besmet materiaal vast. Ik kan niet zomaar direct naar de groene zone. Eerst dat alles getrieerd is, gaat het bij ons in de thermodesinfector. En nadien, als het daarin geweest is, gaan we verder naar de autoclaaf. Dus natuurlijk altijd een beetje een grijze zone, vind ik ook. Want het materiaal gaat besmet in de thermodesinfector. En als het eruit komt, moet het met proper handschoenen op een proper manier er terug uitgehaald worden. Dus het is soms toch wel een uitdaging, vind ik, in een sterilisatie om te zorgen dat die dingen correct verlopen. En vandaar onze markeringen om de assistenten van bewust te maken van kijk, denk er goed aan, in welke zone bevind ik mij en wat kan en mag ik doen. Ja. We hebben nog niet gehad over wat voor behandelingen jullie allemaal doen, maar kan je daar wat over vertellen van wat voor behandelingen doen jullie en hoe hebben jullie daar je verwerking in de serie op aangepast? Ja, dus wij doen eigenlijk bijna alle behandelingen, denk ik, de gewone klassieke controles, vullingen, extracties, chirurgie-extracties, implantologie, orthodontie. Dus de meeste materialen die we gebruiken zijn dus misschien semi-kritisch. Maar wij gaan dus de kritische materialen, zoals het extractiemateriaal, chirurgiemateriaal, implantologie, wordt eerst de thermodesinfector geplaatst, nadien verpakt en ook in de autoclaaf. Onze semi-kritische instrumenten gaan wij eerst in de autoclaaf plaatsen en die gaan wij onverpakt in de eerst in de thermodesinfector en onverpakt in de autoclaaf plaatsen. Voor onze hoek- en handstukken en de aerotors hebben we sinds nu een zestal maanden een DAC gekocht. En dat vinden wij, de assistenten liever vinden dat echt wel heel aangenaam, omdat we daar heel veel tijd mee besparen.
Vroeger was het uitwendig reinigen, daarna in de assistina nog een keer smeren, olie, de olie er nog een beetje aan en dan nog een keer in de autoclaaf. En dat gebeurt nu allemaal in één keer. En dat is, werkt fantastisch. In het begin waren onze handen ook stukken blijkbaar vuil als we ze gebruikten, de eerste week, twee weken. Omdat het vuil dat we er nooit goed uitkregen, nu met de dak toch uiteindelijk wel wegkwam. Tijdsbesparend, snel, heel makkelijk. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, nou, dankjewel voor het compliment. En voor de informatie. Ik kom zo weer bij je terug. Ja. Met betrekking tot reiniging, desinfectie en sterilisatie is er in feite niks veranderd. Het is nog steeds gericht op het reduceren van het aantal levende micro-organismen. Het gaat dus om hoe de instrumenten gebruikt gaan worden. En alleen indien een instrument in een chirurgische behandeling gebruikt gaat worden, dus kritisch gebruikt, dan moet hij steriel verpakt aangeleverd worden. Voor alle andere toepassingen is thermische desinfectie voldoende. In elk geval, machinale verwerking heeft de voorkeur vanwege het reproduceerbare en voorspelbare resultaat. Ja, hij doet het weer. Voor Nederland en België geldt dat alleen thermische desinfectie is toegestaan en chemisch vermijden moet worden. Als een instrument steriel verpakt is, dan heeft hij een houdbaarheid van 3 maanden. En die 3 maanden is alleen indien het een gesielde laminaatzak is, welke in een afgesloten kast ligt. En deze kast moet dan weer in de behandel- of opslagruimte zijn. En alleen met een extra bak, als een soort van tweede beschermlaag, is het toegestaan om de instrumenten 6 maanden te bewaren. Belangrijk hierbij is dat je elk steriel verpakt instrument voorziet van een einddatum. En als blijkt dat voor die einddatum de verpakking nat is of beschadigd, dan is dus de kans aanwezig dat de steriele barrière doorbroken is en de steriliteit weg is. En daarom moet je dan dus alle instrumenten waarvan de verpakking nat of beschadigd is, altijd opnieuw verpakken en weer opnieuw steriliseren. Het is misschien een inkoppertje, maar als er disposable instrumenten mogelijk zijn, gebruik disposable instrumenten. Vanuit hygiënisch oogpunt zijn disposables altijd te prefereren. En bedenk in de sterie ook dat als er geen trays gebruikt worden, dat je niet alleen extra overdracht hebt door spetters van individueel instrumentarium, maar dat ook de kans op prikaccidenten met de scherpe instrumenten aanwezig is. En zoals Luc aangaf, we hebben een groene zone, we hebben een rode zone en creëer ook een grijze zone om wat meer afstand te creëren tussen het vieze en het schone deel. We gaan het hebben over de centrale ruimtes en de patiënten. Het laatste onderdeel van dit webinar. En dat is een veelzijdig onderwerp. Het gaat in de algemene ruimtes over hoe hou ik mijn praktijk schoon? Hoe ga ik met patiënten om? Wat kan nog wel? Wat kan nog niet? En dat begint natuurlijk dat je een triage doet om de besmettelijk of vermoedelijk besmette patiënten buiten je praktijk te houden. En als je dan als patiënt via de triage binnenkomt, dan volgt hier een normale begroeting van de handgever. Maar ja, die is ook niet meer mogelijk. Dus het begint al een beetje raar. Deze wachtruimte, dat lijkt wel alsof die is ingericht als voorbeeld voor een wachtruimte tijdens coronatijd. Hier is het makkelijk om de stoelen op 1,5 meter afstand te houden en om looppaden te creëren, zodat patiënten en personeel op de juiste afstand van elkaar kunnen blijven. Maar ja, dit is natuurlijk ook de praktijk. Een wat kleinere ruimte, vaste stoelen, stoffenbekleding. Dan is het veel moeilijker om de juiste maatregelen te nemen. En vanuit serviceoogpunt moet ook bedacht worden of de toiletten en de poetsruimte nog wel beschikbaar zijn. Vanuit serviceoogpunt wil je graag een vriendelijke uitstraling hebben en wil je je patiënten gastvrij kunnen ontvangen. En even naar de wc kunnen voor de behandeling zorgt echt voor een ontspannen patiënt. En dat is prettig. En dit laatste onderwerp, daar gaan we ook met Luc over in gesprek. En ik ben benieuwd hoe hij alle regels voor schoonmaak en patiëntcontact in zijn dagelijkse praktijkvoering heeft geïntegreerd. Luc? Ja, Rob. Kijk, daar ben je weer. Dat zorgen dat die vermoedelijk besmette patiënten buiten je praktijk blijven. Was dat moeilijk? Want dan moet je dus soms nee zeggen tegen je patiënten.
Ja, maar we hebben er eigenlijk geen enkel probleem mee gehad. De patiënten kregen altijd al vroeger 1 sms een dag op voorhand. En we sturen nu een mail 1 week op voorhand met alle info van wat er van de patiënt verwacht wordt. Als ze contact gehad heeft met zieke mensen, zelf ziek geweest is, koorts heeft, wordt er verwacht dat hij niet komt en zijn afspraak annuleert. De dag voordien krijgt hij nog een sms met de gelijkaardige info. Het was in dat programma niet zo evident om die mailinglijsten te maken, maar dat is ons dan toch gelukt in het programma CCD, Connect Dental. Dus als er collega's zijn die graag weten hoe dat we gedaan hebben, kunnen mij altijd contacteren of via u. Patiënten die een urgente afspraak hebben, worden aan de telefoon bevraagd. En nu bij het binnenkomen worden ze sowieso nog eens bevraagd met een anamnese, een protocol dat klaar ligt, zodat assistenten heel duidelijk weten wat ze moeten vragen. En we nemen ook de temperatuur van met een voorhoofdthermometer, zodat we toch zoveel mogelijk proberen de eventueel besmette patiënten buiten te houden. Ja, nou, dat klinkt als een solide werkwijze. En dan zijn ze eenmaal binnen en dan staat er in de richtlijnen dat je regelmatig je algemene ruimtes moet schoonmaken. En regelmatig, dat is zo'n lekker containerbegrip. Hoe hebben jullie dat ingevuld? Ja, vooral regelmatig hebben wij de vrije momenten genomen. Wat zijn de vrije momenten? Dat is, 's morgens wordt zeker nog nagekeken, alles gereinigd. 'S avonds wordt ook gezien dat er uiteraard geen vuile dingen achterblijven, dat het voor de ochtendploeg, bij wijze van spreken, niet te moeilijk is om te starten. En dan nemen we nu ook de middagpauze. En tussen een patiënt in, we hebben een makkelijk systeem om snel de vloer ook te reinigen. En de stoelen zelf, de oppervlaktes, wordt uiteraard tussen elke patiënt gedaan. En de grote ruimtes worden op alle mogelijke vrije momenten worden nu gereinigd. Ja, en wat is dat makkelijke systeem? Ik ben wel benieuwd. Ja, we hebben nu een, ik zoek nog achter misschien andere vloeistof. Ik weet niet, misschien al gezien in de reclame, een Swiffer systeem met een vloeistof in. Dat kunnen we heel makkelijk, heeft een gladde oppervlak, staat ergens in de hoek klaar. Je kunt dat heel makkelijk nemen, vuil, stof, alles. En droogt heel snel op en die vloer ziet er weer prima uit. En zo kunnen we heel snel tussen patiënten in of een pauze eigenlijk onze vloer reinigen. Ja. De wc-ruimte hebben we afgesloten. Misschien ook nog zeggen, daar hangt dan een informatie. Patiënten kunnen wel naar de toilet gaan als ze de sleutel vragen. Dan weten we ook wanneer ze geweest zijn en wanneer we ook moeten reinigen. Ja, en er is ook veel aandacht voor contactpunten. Hoe zorg je nou dat jullie patiënten voor zo min mogelijk besmetting en overdracht via contactpunten zorgen? Ja, dus we zorgen eerst en vooral dat ze zo weinig mogelijk moeten aanraken. Hè. Zeker nu het goede weer staat de deur altijd open. Er staat alcoholgel klaar voor de patiënten buiten aan de deur. Ze kunnen al anders zetten voor ze binnenkomen. Er staat alcoholgel als ze binnenkomen. De bankcontact wordt bediend met een wattenstaafje. De deurklinken vragen we om niet aan te raken. Dat doen de tandartsen doen de deur op. Of de assistenten bedienen de deuren. En er wordt ook gevraagd niet met de gsm te werken in de praktijk. Alle tijdschriften worden zijn verwijderd, dus alles is eigenlijk leeg om zo de contacten met voorwerpen zoveel mogelijk te vermijden. Ja, dankjewel Luc voor deze 5 onderwerpen. Ik kom zo meteen nog even bij je terug met 2 laatste vragen. Voor een reguliere tandartspraktijk is het belangrijk om dus het contact met mogelijk besmette patiënten te reduceren. Dus een goede screening en triage aan de deur. En daarnaast is het ook natuurlijk belangrijk om met beide voeten op de grond blijven staan. Er wordt gewerkt in de praktijk, dus ga ook hier voor het maximaal schone resultaat. Neem de bekende richtlijnen natuurlijk wel in acht. Hè, het social distancing van 1,5 meter afstand. Goede handhygiëne beschikbaar krijgen voor de patiënten. Bij voorkeur in een elleboogdispenser. En als je kan ventileren, doe het dan. Blijf logisch nadenken. Het moet wel werkbaar zijn voor jou in het team. Regelmatig schoonmaken, dat is heel vrij interpreteerbaar. Daar zijn geen gouden regels voor. 3 à 4 keer per dag. Kijk hoe het het beste in het team past. En omdat je vaak moet schoonmaken, zijn lege oppervlakten van bijvoorbeeld een kast of tafel en zo leeg mogelijke wachtruimte het makkelijkst schoon te maken. Vergeet daarbij niet de contactpunten. En gebruik door de fabrikant voorgeschreven producten. Het zou zonde zijn natuurlijk als die mooie tafel met het mooie houtblad na een tijdje toch wat dof begint uit te slaan en niet meer de looks heeft die jij bedacht had als je de verkeerde producten gebruikt. Respecteer ook de inwerktijd van desinfectiemiddelen. Als er op het etiket staat dat je 2 minuten inwerktijd hebt voor het optimale resultaat, loop dan ook niet
eerder dan 2 minuten weer over de vloer. En als laatste, gebruik microvezels, bij voorkeur disposable. En gebruik vlakmoppen, niet meer van die langharige moppen. En iets wat Luc nu niet vertelde, maar in het voorgesprek wel vertelde, en dat vond ik wel een aardig punt wat ik mee wilde nemen, is dat je niet heel erg rigide met protocollen moet omgaan. Hij merkte dat een lean en mean werkwijze voor hem het beste werkte. Oftewel, je maakt een protocol, je voert het uit, je kijkt of het werkt. Werkt het, dan ga je ermee door. Werkt het niet, dan pas je dat stukje aan. En als laatste ook weer in dat grijze vlak. Ook voor oppervlaktedesinfectie in de centrale ruimtes is het in Nederland tijdelijk toegestaan om bepaalde producten met meer dan 70% alcohol of bepaalde chloorhoudende producten te gebruiken in verband met een tekort aan desinfectieproducten. Een samenvatting. We zijn bijna aan het einde gekomen. Even kort samenvatten. En dan zal je zien, laat net de techniek mee in de steek. En als we terugkijken naar de 5 gespreksonderwerpen die Luc en ik besproken hebben, dan kan dat als volgt samengevat worden. We beginnen aan de linkerkant. Vermijd contact met vermoedelijk besmette personen. En dagelijkse reiniging en desinfectie van de centrale ruimtes zorgt dat het niet vies blijft. In de serie is eigenlijk de werkwijze onveranderd. Hoe het gebruikt wordt, bepaalt de RDS-werkwijze. Op het gebied van hygiëne in de behandelkamer, ga voor het maximale resultaat. Niet per se het optimale bij de vermindering van aerosolen. Reinig en desinfecteer na elke patiënt. Persoonlijke bescherming. Draag dat en voorkom dat je team en jezelf besmet raken. En als laatste, het belangrijkste punt, handhygiëne. Het was al het belangrijkste punt, het blijft het belangrijkste punt om voor, tijdens en na patiëntcontact je handen te desinfecteren of te wassen. Nieuw is natuurlijk dat het ook voor de patiënten zelf een belangrijk aspect is als ze de praktijk binnenkomen. Ik kon het toch niet laten en ik ben toch eens gaan kijken welke maatregelen zijn nou werkelijk anders ten opzichte van de huidige maatregelen. En als je kijkt welke maatregelen corona specifiek heeft opgeleverd, is het minimaliseren van patiëntcontact. De triage is natuurlijk anders. 1,5 meter afstand houden in de praktijk is natuurlijk wezenlijk anders. En dat je ook de algemene ruimtes meerdaags moet desinfecteren en moet schoonmaken. Waarbij aandacht voor de contactpunten. Voor patiënten is het anders dat ze bij binnenkomst niet alleen de triage hebben gehad, maar ook hun handen moeten desinfecteren en moeten spoelen. Ventileren van de behandelkamer is een advies wat regelmatig gegeven wordt. En het dragen van FFP2-maskers is steeds meer onder de aandacht gekomen. Tegelijkertijd zijn er ook wel een aantal zaken die gewoon vergelijkbaar zijn. En dat is het voorkomen van contact met zeer besmettelijke patiënten. Zoals bijvoorbeeld TBC-patiënten. Die worden normaal gesproken ook al buiten de praktijk in het ziekenhuis behandeld. En als je kijkt naar die richtlijnen, die zijn heel erg vergelijkbaar met de huidige corona-richtlijnen. Handhygiëne blijft een belangrijk aspect. Het dragen van persoonlijke bescherming, evenzo. Het reinigen en desinfecteren van oppervlakte en contactpunten in de behandelruimte blijft onveranderd belangrijk. En de hygiëne in en om de unit blijft ook een belangrijk aspect na elke patiënt. Wat altijd al goed was en wat nog steeds goed gaat, is de reiniging en desinfectie, sterilisatie van de instrumenten. En als laatste wil je natuurlijk ook gewoon een schone praktijk houden. Je kan wel stellen dat de kern van alle maatregelen, de bestaande en de recent aangepaste, is dat we de overdracht van micro-organismen willen voorkomen en de keten van infectie willen doorbreken. En dat is iets wat continu aandacht nodig heeft. Dat is niet echt een statisch gegeven en door de huidige coronamaatregelen en de huidige coronatijd moeten oude gewoontes en werkwijzes gereset worden. En zoals het er nu uitziet kan die situatie best nog wel eens lang gaan duren en worden de aangescherpte hygiëne-richtlijnen het nieuwe normaal. Dat betekent dus dat het normaal is om hele goede handhygiëne uit te voeren. 7 zones en 20 tot 40 seconden bij elkaar, afhankelijk van handen wassen of handen desinfecteren. Dat het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier wordt gedaan. Dat in de behandelkamer alleen de essentiële zaken zijn, zodat schoonmaken en desinfectie gemakkelijk is. In de serie werd het al goed gedaan, dat gaat gewoon door.
En wat ook anders is, of dat het nieuwe normaal is, dat er een andere manier van gastvrijheid is. En service die je aan je patiënten moet kunnen bieden. We gaan nog één keer terug naar Luc. Hier zie je zijn behandelkamer helemaal. En we gaan het hebben over twee afsluitende vragen. Kijk, daar is Luc weer. Kan je me horen, Luc? Ja, kijk. Daar ben je weer. Er wordt regelmatig gesteld dat al die hygiënemaatregelen gaan ten koste van mijn marge. En dat geldt bij jou natuurlijk ook. En in de voorbereiding vertelde je dat je voordat corona er was en voordat we de lockdown in gingen, dat je standaard in jouw praktijk zo'n 10.000 mondmaskers en wel zo'n 15.000 handschoenen op voorraad had liggen. Nou, wat zou jij tegen je collega's willen zeggen over de kosten van infectiepreventie? Wel, de kosten die zijn er altijd al geweest natuurlijk. Die zullen nu tijdelijk wel wat oplopen. De mondmaskers worden duurder. De FFP2 mondmaskers kosten uiteraard meer. De beschermschorten kosten meer. Maar we hebben dat altijd al aangekocht in bulk, omdat dat toch wel bespaart. En uiteindelijk hebben we die zaken toch nog nodig. Het zijn de essentiële zaken die we nodig hebben in de praktijk. En daar verandert niet veel mee met de corona uiteraard nu. In de opstartfase nu zullen we ook extra tijd voorzien. Dat hoort ook allemaal bij de infectiepreventie. En dat brengt uiteraard ook kosten mee. Ik vind dat ook niet leuk. Maar ik denk dat elke tandarts het zal overleven zonder veel problemen. En dat dat in het gehele plaatje niet zoveel invloed zal hebben op de marge. Nee. In de uitnodiging staat dat jij hygiëne een hele goede manier vindt om het imago van je praktijk op te hogen. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja. Misschien nog heel even toelichten over de apparaten. Dus ik had over de kosten en de marge, maar ik vind ook die apparaten worden misschien soms als duur beschouwd. Maar als onze vorige autoclaaf nu bijna 10 jaar oud, 8000 euro kosten, kost dat 800 euro per werkjaar, evenzo voor de dak. En onze tweede autoclaaf die wij kochten, en dat vind ik dan op gebied van omzet voor een hele praktijk, zelfs voor een solopraktijk, waar die apparaten nog langer mee gaan, echt een verantwoorde kost. Het vergemakkelijkt ook alles, vind ik. Ja. Kwestie van hygiëne die de praktijk het imago verhoogt. Zoals ik al zei, is hygiëne en sterilisatie hoort nu eenmaal bij ons werk en de patiënten ervaren of merken wel hoe we al die maatregelen toepassen. En zeker in deze coronatijd is daar extra aandacht voor, uiteraard. En dat zorgt dan automatisch voor tevreden patiënten, mond-aan-mond reclame. En ja, is altijd goed voor het imago van de praktijk. We krijgen ook heel dikwijls daar positieve feedback over en dat doet natuurlijk altijd plezier. Ja. Ik merk ook dat er toch collega's bij ons werken dat in sommige praktijken dat ze zelf moeten zorgen voor eigen materiaal, beschermmateriaal nu met de coronatijd. En ja, ik vind het maar een vanzelfsprekendheid dat men dat als praktijk voorziet. En ja, onze agenda's zijn ook goed gevuld daardoor, denk ik. Misschien is er nergens een tekort aan patiënten, maar ja, het is toch leuk om te ervaren dat mensen tevreden zijn en dat we die positieve feedback krijgen. Dankjewel, Luc. Dankjewel voor dit interview tijdens het webinar en het delen van jouw ervaringen. Ja. We zijn iets uitgelopen. Het zou tot 7 uur zijn. Het is 7:09. We gaan naar de vragen toe. Ruben, vanuit het aspect van tijd. De twee belangrijkste vragen, zou je die kunnen opnoemen? Dan wil ik voorstellen om andere vragen via de mail te beantwoorden achteraf. Kunt u een toelichting geven op het uitzetten van de airco? Volgens mij is dat voor jou, Rob, en dat was slide 39. De toelichting die ik daar op kan geven is dat in de Belgische richtlijnen gesteld wordt dat de airco kan zorgen voor het rondcirculeren van besmette aerosolen. Dat eventueel dat in filters kan zitten en op die manier het voorkomen kan worden als de airco wordt uitgezet. Oké. Dat waren tot zover de vragen. En wanneer wordt die nou maar aangezet, Rob? Zodra de richtlijnen het weer toelaten. Oké. Dan hoop ik niet dat het te warm wordt van de zomer. Dan zetten we de ramen open om goed te ventileren. Oké, helder. Dankjewel. Ja. Als er verder geen vragen zijn, dan dank ik jullie allemaal voor jullie aandacht. En mochten er achteraf toch nog vragen zijn, stuur een e-mail naar Ruben. En zijn e-mailadres is ruben.bos@dansplaisirona.com. Dankjewel allemaal en tot ziens.